Allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Nieuwe de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Ik ben nu, zo snel mogelijk, ook nog mijn vlog in elkaar aan het steken. Gisterenavond had ik redelijk veel problemen met mijn computer. Mijn computer heeft nu een ganse nacht even kunnen uitstaan. En nu bolt het weer al als niets. Ik ben zowel voor Bea-vlog bezig als die van mij. Want we hebben toch weer gisteren een leuke wandeling gemaakt. Oh ja, ja. En daar heb ik dus weer op beelden van genomen. Hè. Dus en dan heb ik dat weer al in een mooie... Ja... ...vonkje gegooid. Maar ja, ik ga nu even zo doen dat dat zeker, maar ook zeker klaar geraakt. Oei. Daar scheelt iets met mijn intro. Intro 15 doet wel moeilijk. Oké, dan weten we dat ook al. Bij deze, tot straks allemaal. Zo, hier bij de Panos aankomen ga ik gewoon nog mijn broodje uithalen voordat ik ga werken. Dat moet ook gebeuren. Eindelijk terug eens op pad. Joepie! Ik ben terug genezen. Kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Nieuwe de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. Juist. En vergeet niet op de pijltje te drukken. Ja. Want dan blijven jullie op de hoogte wanneer een nieuwe video online komt. Kan een gaming movie zijn, kan gewoon een spreekmovieke zijn. Oké, heel raar. Ja. Maar ja, zeg je, vandaag is het werk wel echt heel zwaar geweest voor mij. Maar het komt wel goed, mensen. Gewoon even terug in de ritme komen. Echt waar, oh. En denk eraan, deze weekend begint ook Hasselt Kermis. Maar daarvoor moet je u wel op voorhand registreren als je daar naartoe gaat. En op elke stukje van Hasselt Kermis moet je registreren. Dus als je overal wilt gaan, dan moet je op ze allemaal reserveren. Ja, dus één voor één. Dus zone 1 reserveren, zone 2 reserveren, zone 3 reserveren, zone 4 en zone 5. Dus we hebben 5 zones. Ja, en dat was even opletten op de baan. Ja. Ja, zelfs heb ik copyright claim nog door de meisjes daar. Ja, die rijdt dus over het buspad. Dat mag dus allemaal, hè, mensen. Dat mag dus allemaal, hè. Over de busstrook rijden en al. En als ik het doe, dan heb ik een boete. Of als ik eens te snel rijd, heb ik een boete. Dan weten jullie dat. En schatje, hoe is uw dag gegaan? Heel vermoeiend. Ja. Eerst heb ik geknutseld op mijn dagcentrum. En ik ben de hele dag op het dagcentrum geweest. En in de namiddag zijn we een ijsje gaan eten. Ja. Stomme zon. Maar ja. Ik ben niet meer gewend om een hele dag te gaan. Alleen om een hele dag te gaan. Mm-hmm. En dat komt door dat ik een, nog. Ja, ik heb heel lang nodig om eraan te wennen dat ik weer naar het dagcentrum moet gaan. En, dus mensen, ik werk terug. Dus dat heeft ook consequenties naar mijn vlogs toe. Dat ga ik u ook even zeggen tegen schat.
Dus de vlogs kunnen dan niet meer een half uur of drie kwartiers lang zijn. Jammer genoeg, daar heb ik dus echt geen tijd meer dan ervoor. Voor... Oké, okay, in het weekend? In het weekend wel, dan heb je daar tijd voor. Maar ik bedoel, door de week heb je dan daar weiniger tijd voor. Omdat ik al 8 uur zit te werken, dat is tot 4:30. En normaal gezien, voor echt mooie beelden te kunnen schieten, dan ging ik altijd meestal weg rond een uur of 1, 2. En dan kon ik op een locatie mooi aankomen en beelden maken. Maar ja, dan ben ik nog altijd aan het werk. Dus dat betekent ook dus kortere vlogs. En ik hou jullie dan ook wel perfect op de hoogte wat ik allemaal heb gedaan bij deze. En nu zijn we even naar mijn thuisje aan het rijden. En dan gaan we naar locatie X. En daar waren ze ergens aan toeten. Ik weet niet waar. Dan gaan we naar locatie X. Daar ga ik even mee wat rusten. En dan familie. Een stuk tv. Yay! Daar was ik dus op aan het wachten, kijk eens. Yay! En ja, kijk eens, we zijn net naar mijn mama gegaan. We gaan vanaf nu elke woensdag naar mijn mama om te gaan eten. Ja. Maar daar filmen we niet, omdat mijn mama niet in de vlogs wil komen. En dat respecteren we. Ja, en omwille van waarom we dat bij dat ook doen, dat is gewoon ook om onze ouders, als wij iets fout doen, kan dat niet doorgestoten worden naar de ouders toe. Dus daarom dat wij ook de ouders proberen te vermijden. Te beschermen. Daarin. Ja. Want mijn ouders hebben niet gevraagd dat ik ook bekend ga worden, dus in de media. Dat hebben mijn ouders niet gevraagd. Daar ben ik heel eerlijk om. Dat klopt. Dat was bij mij net zo. Voilà. Hun steunen me wel in wat ik doe. En dat is wel het fijne eraan. Dat wel. En wat ook deze jaar jammer genoeg door de corona gaat zijn, is deze jaar Hasselt Kermis in mijn vlogs. Dat gaat er deze jaar niet zijn. Dat gaat heel zwaar zijn voor de kijkers, denk ik. Ja, want... Ik doe elk jaar ga ik echt naar Hasselt Kermis. Elke dag dan opnieuw en opnieuw en opnieuw. Maar omwille van dat nu ook corona is en al en de besmettingsgraad is nog altijd in een stijgende lijn, wil ik het de kermis vermijden. Ik ga wel zaterdag voor 10 minuutjes wel even naar de kermis toe. Zone 5 ben ik dan te vinden. De eerste uur. Dat wil ik ook sowieso aan jullie dan vrijgeven. Dus de eerste uur ben ik dan daar aanwezig. Ik dacht dat je voor 10 minuutjes ging. Ja, ik ga ook maar voor de 10 minuutjes. Maar de eerste uren waar je kunt reserveren dan op de eerste dag, daar heb ik voor gereserveerd. Dat ik dan overdag al naar de kermis kan gaan. 10 minuutjes. Om eens een goed dagje gaan te zeggen tegen Camille Derby bij deze. Ik dacht, je bedoelde dat je dan daar een uur ging blijven. Nee. Want ik heb die van de Camille Derby al 2 jaar niet meer gezien, schat. Ja. Die auto lijkt op mijn begeleiding naar haar auto. Want het is uw begeleiding niet. Dat weet ik niet. Ik zie het niet goed. Ik zie het wel goed. Dat weet je niet, want je weet ook niet hoe het eruit zag met haar haren. Ze heeft soms verschillende vormen in haar haar. Ja, het is een zij. Ja, ik ben het dus even door te laten filmen. Dan kunnen jullie ook wel zien hoe wij zijn in de auto. Ja, ik had niet door dat je nog aan het filmen was trouwens. Voilà, bij deze. Kijk maar, dus je begeleidster niet. Jawel! Dat was mijn begeleiding! Nee. Oh. Ja, daar zat ik al bijna tegen iemand. Maar niet helemaal. Nee, per geluk. We zijn nog aan het proberen nog tot bij haar begeleidster te geraken. Maar het is wel traag verkeer hier. Ik doe mijn ramen omlaag. Ja, oh ja, dat is lekker fris.
Allee, ga dan omlaag. Is het gezien? Ja! Ze heeft het gezien. Ja. Hé, hey, pas op. Ah, ja. Dus, dus we gaan het hier nu even bij laten. Dus ik ben nu onderweg naar mijn thuis toe. En dan naar plaats X om familie. En? Stukje B. Of even gaan we ook aan het brood kijken. Dat mag jij kiezen. Dat zullen we dan wel zien. Ja. Dus daar kan er nog altijd bij komen dat er Enzo Knol nog erbij kan komen. Dan hangt er vanaf hoe lang Enzo Knol duurt. Ja. En ik ben ook nog zo benieuwd, hè, want Enzo Knol heeft er ook meegedaan nu bij Stuk TV bij jachtseizoen. Ja. Dus dat mogen we nu ook wel vrijgeven, want omdat dat hij dat ook heeft vrijgegeven. Maar wanneer is dat te zien? Eind oktober, Paul. Denkt hij, hè? Nee, dat is zeker. Ah, dat is nu zeker. Dat is zeker, dat is vastgelegd. Eind oktober ziet je Enzo Knol in Stuk TV bij jachtseizoen. Dus er komt een nieuwe seizoen van jachtseizoen. Nee, maar ik bedoel, dat is toch niet zeker dat het in oktober was? Jawel, toch wel. Toch wel? Ja. Oh, nice. Bij deze. Ik ga jullie nu laten, want ik ben bijna bij mijn thuis toe en het is toch nog redelijk druk, dus ik ga via een andere weg naar mijn thuis toe gaan. Dus tot straks allemaal. Yo. Ik ben terug thuis aangekomen. Ik kan niet meer hard babbelen omdat het 10:30 al is. Morgen opnieuw werken. Joepie. Ik ben zo terug, want ik moet naar deze kamer gaan en daar willen jullie weer niet mee gaan. Nee. Tot ziens. Ja, mensen. Ik ga nu slapen. Het is nu 11 uur. Ik heb de vlog nog niet in de kamer gestoken. Dat ga ik morgen vroeg doen. Oh, ik ben echt kapot. Kijk eens wat ik met de gordijnen heb gedaan. Daar hangt een stukje duct tape. En daar tegen het plafond. Daar hangt ook een stukje duct tape. Dan kan het daar zo een stukje airflow komen. Omhoog van dat. Als je te goed kijkt, zie je ook lichtjes. Want de badkamerraam staat ook wagenwijd open. Omwille van hier is de tochten. Ja, dat kan het deugd doen. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het ding te drukken op het belletje. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online komt. Jullie weten het, door de week gaat het kortere vlog zijn. Sorry. Terwijl ik het voor op YouTube. Sorry. Tot snel. Tot morgen.